Welkom Nanook op onze Q&A. Ik ken je nog niet heel erg goed. Onze volgers kennen je misschien nog niet zo heel erg goed. Vertel wat over jezelf. Nou, ik ben dus Nanook Kira, zoals je in beeld kan zien. En ik ben schrijfster van voornamelijk fantasy. Nou heb ik toevallig voor de blog van Melanie een lead fantasy kort verhaal geschreven. Maar ik heb nu één boek uitgegeven en dat is Drakenhart. En nou ja, ik ga eigenlijk aan de titel al raden dat het fantasy is. En ja, er zijn ook nog drie boeken in dat genre die er aankomen van mij. Ja, dat is eigenlijk mijn schrijfcarrière tot nu toe. Ja, wil je ook wat over mij persoonlijk weten? Tuurlijk. Ja. Vertel wat je wil, wat je kwijt wil. Ik ben nu bezig met mijn studie letterkunde. En dat is letterkunde literair bedrijf. Wat gaat over uitgeverijen en boeken en alles. Dus dat sluit helemaal aan bij schrijven. En dat vind ik superleuk. En ja, boeken schrijven zijn dus echt mijn grote passie. En daarnaast hou ik heel erg van outdoor dingen. Dus kamperen en ja, gekke dingen buiten doen. In een grot slapen en zo. Dat vind ik allemaal heel erg leuk. En dat In God zijn denk ik slapen, echt... wauw. Ja, dat heb ik een keer gedaan. Dat is echt heel tof. Was stiekem ook wel een beetje eng. Maar ook heel erg leuk, zulke dingen. En waar was die grot? In de Ardennen. Ah, Ja. oké, dat is nog niet zo En ver dan... van huis. Nee, ja, dan moest je zo een hek door. En dan een beetje in zo'n heuvel vond je een grot. Dat was echt supermooi. Ja, wel heel donker in één keer. Als je dan gaat slapen en dan hoor je allemaal geluiden. En dan denk je, oh, oké, nou, we liggen hier. Wat is dit? We worden zo meteen opgegeten door een beest, maar dat is niet gebeurd, dus dat is fijn. Nou, dat is duidelijk, anders was je hier niet geweest. Nou, ik had al een vermoeden dat je van een beetje outdoor was, want je profielfoto die ik op je Facebook heb gevonden, die was echt super into action en outdoors. Dus dat is wel heel erg leuk. Ja, die was met de boogschieten waarschijnlijk. Ja. Ja. Ik probeer altijd, ik heb een heel deel thumbnails gemaakt en ik heb dan gewoon iedereen naam in. Ik heb gewoon echt op de Facebook een beetje zo als een stalker lopen rondzoeken. Naar mijn idee van een leuke foto waar ik zeg van, ah, die kleuren zijn perfect om een beetje aan te sluiten en zo. Dus, Ja, het zag er leuk uit in ieder geval. super, dat super om te horen, maar ja, ik voel me hier en daar soms wel een beetje een stalker. Ja, dat Op een gegeven geloof ik, moment ja. heb ik... Dan klik je zo verder en denk je, ben je zo in 2000, geen idee welk jaar. Dan is het zo, ja, dat wordt een beetje te lang terug. En dan per ongeluk dingen gaan liken van 5 jaar geleden of zo, weet je wel. En dan, ja, Oh, dat stalker is vibe vast helemaal gebeurd. compleet. Ik probeer er maar niet aan te denken. En dat ze zeggen, ah ja, logisch, ik zie nu dat voorbij komen, dat was diegene. Ja, dan uiteindelijk Zoiets. denk je, oh, oké, nee, dat heeft een reden. Het is niet iemand die mij zomaar een beetje zit te stalken for no reason. Ja, ik denk dat heel veel mensen mijn naam voorbij hebben zien komen, omdat ik natuurlijk al heel veel met boeken doe en heel veel groepen ben en ook veel deel. Dus ik hoop dat dat mensen zeggen, oh, dat is die, nou ja, het is mijn boeken, dus het zal wel goed zijn. Ja, toch als, ik ken je Zoiets. Niet als Anja, maar wel als Follow Me Move, want volgens mij heb je wat meegedaan aan blogtours of zo, kan dat? Ja, verschillende. Ja, want daar doe ik dus mijn scriptieonderzoek naar. Dus dan, zeg maar, al die namen van bloggers die hebben meegedaan aan blogtours, die ken ik wel. Ja, ik denk, oh, dat is iets met Oh, boeken, wat dat is gaaf. mijn boeken. Ja. Dat wist ik niet. Oh, dan voel ik me ineens heel beroemd. Ja. Ja. Maar wat onderzoek je dan precies met je scriptie? Het gaat over de blogtour als marketinginstrument, zeg maar. En dan ben ik aan het kijken wat het verschil is tussen ja, de hoeveelheid bloggers die meedoen aan een blogtour en de hoeveelheid lezers. En überhaupt tussen of er verschil zit in de recensies. Tussen blogtour recensies en recensies die dan bijvoorbeeld mensen op Hebban of Goodreads schrijven. En ja, hoe dat dan in elkaar zit. Een beetje, ja, het is heel breed en ik ben ook heel erg all over the place met dit onderzoek. Dat is echt niet normaal. Dat klinkt heel veel werk, maar super Ja. interessant. Ja, het is wel interessant, maar op dit punt ben ik ook wel een beetje zo van, help, ik wil nu gewoon klaar hiermee zijn, want het is te veel en ik weet het niet meer, het is gewoon te veel informatie. Ja, nou ja, misschien kan je het nog een beetje compacter maken, dat je zegt, oké, ik kijk alleen hiernaar. Ja, Of denk je van, nou ja, dan klopt het onderzoek niet meer.
Ja, dat is heel lastig. Want dan denk ik van, oh, dit is ook leuk. En eigenlijk moet ik, als ik dit noem, ook dit noemen. Maar dan ga je over alles maar een klein beetje eigenlijk, omdat het veel te breed wordt. Dus ik heb morgen een meeting met een scriptiebegeleider en dan gaan we het horen. Dat is al heel erg spannend, wat hij dan gaat zeggen erover. Ja, super interessant. Hey, als je hem klaar hebt en we mogen hem lezen, ik wil hem graag lezen. Ik vind dat Oh, super oké. Okay. interessant. Ja, nee, leuk. Ja, ik ga even uitzoeken hoe dat zit, maar dat is best wel leuk als ik hem dan kan delen. Ja, waarom niet? En ik moet eerlijk zeggen, ik heb ja, niet zo'n studie als jij gestudeerd, maar wel verkoop, detailhandel. En ik heb een eigen bedrijf gehad in tweedehands boeken. En Oh, leuk. ook doe ik nu iets heel anders qua werk. Alles met boeken en verkoop en ook marketing vind ik best wel interessant. Dus Oh ja, dat als is het mag gedeeld helemaal leuk, worden, ja. zeker veel. Oh nee, ja, ik denk dat het wel mag, maar ik ga het uitzoeken en dan hoor je het als die klaar is. Super. Dan gaan we maar weer even terug naar je boeken meer te schrijven. Ja. Daarvoor ben je uiteindelijk natuurlijk hier. Je hebt natuurlijk nu één boek uitgegeven, er staan meer op stapel. Bij welke uitgeverijen gebeurt het eigenlijk allemaal? Nou, ik heb nu Drakenhart uitgegeven bij uitgeverij MEC. En daar komt dan ook nog een vervolg op. En van de zomer staat ook het eerste deel van een duologie fantasy gepland bij uitgeverij Zilverbron. Dus ja, eigenlijk Oké, twee ga. sterren Bron ken ik, geven. maar MEC niet. Nee, ja, het is ook voornamelijk fantasy, science fiction en horror dat ze uitgeven. Dus ja, gewoon dezelfde tak een beetje. Nou ja, als je de stijl wat je schrijft, ja, dan kan je ook moeilijk bij een feelgood uitgeverij gaan zitten. Ja, Dat zou niet ik kan het wel goed hebben. sturen, maar dan zeg je ook van, nee. Precies. Hoe ben je eigenlijk dan bij uitgeverij Mac en Zilverbron terechtgekomen? Heb je gegoogeld en heb je gezegd, nou, daar stuur ik maar manuscript heen? Of heeft iemand jou benaderd? Maar het eerste met Drakenhart dacht ik, nou, ik ga eens op zoek naar een uitgeverij. En dan heb ik het gewoon gegoogeld en naar wat uitgevers gestuurd. En toen wou Mac het graag uitgeven. En Zilverbron ben ik eigenlijk via een proeflezer van mij terechtgekomen. En zij zei zo, ja, ik denk dat je manuscript wel daarbij past. En toen ja, ging ze dat navragen of er zeg maar nog ruimte was voor manuscripten. Toen ging ik het opsturen. En toen had ik ook echt binnen een paar dagen of zo reactie. Dat was echt de snelste reactie ooit van een uitgeverij. Maar dat is dus een beetje via via dan zo gekomen. Ja, ik denk eerlijk gezegd dat ook een beetje de way to go is. Vooral als die proeflezer een beetje een goede naam heeft bij de uitgeverij. En die weet zo van, ja, die heeft wel een beetje dat vingerspitsengevoel, zoals ze dat ook wel noemen. Dan zeggen ze, oké, ik kijk er wel sneller naar. Dan kom je niet onderaan de stapel terecht, om zo te zeggen. Dus dat is wel heel erg positief. Iemand wil werkelijk zijn naam eraan verbinden, zo van, hey, dat moet je lezen. Dus dat is eigenlijk al een visitekaartje wat super gaaf is, natuurlijk, als schrijver. Zeker. En ik zeg natuurlijk, die uitgeverijen zoveel manuscripten binnen. Ja, dan duurt het heel lang voor ze er überhaupt aan beginnen met lezen. Ja. Zeker. En sommige manuscripten, als ze vooral een beetje op de weegschaal liggen, maar ja, wel niet, dan lezen dat met meerdere personen. En dat kost ook tijd. Ik bedoel, iedereen moet het toch lezen. En vooral heb ik gehoord, in coronatijd zijn zoveel meer manuscripten uitgekomen. Ja, dat is echt dus bizar veel. Zulke stapels vanaf de grond. Ja, dat zijn dus maar jij bent ook heel veel doorgekomen. Ja, sorry? Ja, dat zijn allemaal dingen die ik ook bij mijn studie een beetje, ja, soort van te horen krijg, bestudeer en zo in die les. En in corona denkt iedereen van, nou, oké, het is nu tijd om een boek te schrijven. Ja, volgens mij zijn er ook heel veel meer self-publishing dingen gekomen. Ja, en ook mensen die dachten, nou, ik heb geen zin om te wachten op die uitgeverij, ik ga dit nu gewoon uitgeven. Wat wel cool is, vind ik. Zou ik zelf nooit doen, want dan moet ik alles zelf regelen. Maar ja. Deels, ik bewonder het lef, maar soms denk ik ook van ja, je geeft veel te snel uit. Soms duurt het inderdaad heel lang, dus je weet niet of je manuscript wordt afgewezen, omdat het goed is of niet, om zo te zeggen, maar soms worden ook manuscripten afgewezen omdat ze gewoon nog niet klaar zijn om uitgegeven te worden. Ja. En ik lees soms boeken van self-publishers en dan zie ik zoiets van,
We hadden nog 2, 3 rondes proeflezers en extra redacteur overheen moeten gaan voordat je het zelf zal hebben uitgegeven. En ik vind het soms heel jammer, want helaas zorgen ze er wel een beetje voor mijn gevoel, voor een slechte naam. Dus ik moet zeggen, Ja. je hebt echt lef als je het doet, maar je moet wel echt een goede, ja, draaiboek voor volgen voordat het echt geschikt is voor zelfuitgave. En hier en daar, persoonlijk vind ik het nog niet helemaal het juiste moment. Nee. Laat het daarop houden. Ik vind het ook niet eens zozeer in Nederland, maar ook Amerika en Engeland. Weet ik, voor in ieder geval Engelse boeken. Daar zijn zo bizar veel zelf uitgegeven boeken. En ik kreeg dus de vraag van iemand: wil je mijn boek reviewen? En dan op Instagram en Goodreads en zo. En ik wil uit principe niet gaan zeggen van al met een vooroordeel erin gaan, omdat het self-publishing is. Maar bij dit boek had ik dan echt zo van: ja. Ik weet niet, dit geeft wel een beetje die naam eraan van het is niet altijd heel goed. En dat is heel zonde, want het is echt niet per se zo dat het niet altijd goed is. Ja, het begint vaak ook met de cover, dat ik denk van ik wil het eigenlijk Soms niet wel, ja. lezen, want als dit zo uitziet, hoe ziet het aan de binnenkant uit? Het is wat krom kan zijn, want aan de binnenkant het juist heel goed uitzien. Dus dat is dan weer, ja... Echt ook een vooroordeel wat je zegt. Ja, Dat is maar je soms heel krijgt erg toch lastig. zelf een oordeel over de cover. Ja, daar kan je niks aan doen. Dat is gewoon. Ik zou willen dat het niet zo was, maar ja, je oordeelt er gewoon op. Waar moet je anders op oordelen? Ja. Klopt. Ik heb eigenlijk een blog in de coulissen staan, half geschreven. En ik had zoiets van: zal ik hem online gooien? Zal ik hem niet? Ik zit toch een beetje zo'n rustperiode, want ik weet nog niet of ik hem online gooi. Precies daarover. Het is wel heel Oh, toevallig ja. dat we het dan ook kunnen hebben. Ja, nou, als die online gaat, ben ik wel benieuwd. Als die online gaat komen, dan zien we vanzelf wel op een groep langskomen. Ga ik vanuit, tenminste. Ja, denk dus, het wel, ja. We hebben volgers. Stefan Oostra zegt hallo. En Jozef Roeland zegt: laat ik beginnen met een rare vraag. Die foto met een pijl en boog, gaaf. Is dat alleen voor de foto of kan je het ook echt? Nou, de pijl en boog op de foto. De boog is zeg maar een tak met een touwtje en de pijlen heb ik ook zelf gemaakt. Maar dit was op Elvia en daar mag je natuurlijk iets met een echte boog en echte pijlen rondlopen. En die zien er ook iets minder fancy uit, maar die heb ik wel. En ik heb het ook echt gedaan. Ik doe het op het moment niet, want dat moet je dus wel echt op een club doen. En die heb ik hier niet. Maar ik kan het dus wel inderdaad ook echt. Oh, gaaf. Een echte paar. Hoe noem je dat eigenlijk? Boogschietster? Ja, boogschutter. Ja, ik weet niet of een vrouwelijke boogschutter vindt prima. Ja. Moet ik zo meteen maar even googlen of dat bestaat in een vrouwelijke vorm? Ja, geen idee. Nou, in ieder geval, als een van onze kijkers een vraag hebt, dan schrijf hem eronder, dan stel ik hem. Dan gaan wij verder met de volgende vraag. Dat is, hoe ben je begonnen met schrijven? Ik bedoel, je hebt een studie wat veel met schrijven en boeken te doen hebt, maar waar is dat eigenlijk begonnen? Nou ja, ik kwam dus eigenlijk eerst het schrijven en toen de studie die daarop aangepast is. Ik was denk ik 15 of 16, toen ik echt ging schrijven en zo een beetje iedere dag ging schrijven. En het allereerste serieuze wat ik schreef, was dus eigenlijk niet serieus, want het was een fanfiction over de Hunger Games. Want ik had die boeken gelezen en dat vond ik helemaal geweldig. En toen dacht ik, ja, nou is het afgelopen, dat vind ik helemaal niet leuk. Ik ga gewoon zelf schrijven hoe het verder zou moeten gaan. Zo. En toen was ik daar een beetje mee begonnen en dacht ik, ik vind het eigenlijk leuker om zelf iets te verzinnen dan om een fanfiction te schrijven in een wereld die al verzonnen is. Dus toen ging ik dat doen. En daar ben ik eigenlijk gewoon nooit meer mee opgehouden, want dat vond ik toch wel heel leuk. Oké, en hoe oud was je toen? Ja, ik weet niet zeker, 15 of 16. Rond die leeftijd, okay. Dus dat is zo 10 jaar geleden. Dat is wel heel erg leuk dat hij een verhaal dat kan veroorzaken, toch? Ja, dat is ook gewoon. Ik zou willen dat ik zeg maar met mijn boeken zo mensen ook dat gevoel kan geven van yeah, het is zo fijn om dit te kunnen lezen en in een verhaal gewoon op te kunnen gaan. Zo.
Ja, dat geloof ik. Ik moet zeggen, in de verschillende Q&A's heb ik al gehoord. Fifty Shades, Twilight, nu de Hunger Games. Er zijn echte verhalen die hem veroorzaakt dat mensen zeggen, ja, nu ga ik zelf aan de slag. Oh, ja, ik heb Fifty Shades en Twilight allebei niet gelezen. Ja, Twilight een stukje, maar dat vond ik volgens mij echt heel erg saai of zo. En toen dacht ik, nee. Maar ja, het is toch wel fijn als dat zeg maar zo werkt voor mensen. Klopt. Ik moet zeggen, Twilight vond ik wel in orde. Behalve dat ene boek dat New Moon heet. Daar had ik zoiets van: oh god, zo'n deprim kind. Ik had zoiets van: dat hele boek hadden ze wel kunnen skippen, om zo te zeggen. Hier en daar wat in dat boek en hier en daar wat in dat boek was het in orde geweest voor mijn gevoel. En Fifty Maar je hebt Shades of wel. Grey, ja. Heel veel herhaling. Laten we zo zeggen, een boeketreeksje kan spannender zijn bij bepaalde stukken. Dus daar heb je niet zoveel aan gemist. Nou, oké, mooi, want ik was ook niet per se van plan om nog te gaan lezen, dus komt goed uit. Nee, dat hoeft helemaal niet. We hebben een paar opmerkingen. Stefan zegt: nope, volgens mij is Boschoter mannelijk en vrouwelijk. Dan hebben we weer wat geleerd. Nou, top. Dat is ook wel een leuk woord, toch? Precies. En dan heeft hij de volgende vraag, misschien een hele persoonlijke vraag, maar hoe neem je het besluit om te gaan schrijven, om te publiceren? Ja, ik weet niet. Ik ben altijd wel, zeg maar, gewoon vanaf het moment dat ik echt ging schrijven, dat ik zoiets heb gehad van ja, ik wil het ooit wel gaan uitgeven. Of uit laten geven eigenlijk. En in het begin was ik zo van, nou, ik vind het gewoon nu sowieso nog niet goed genoeg. En toen op een gegeven moment dacht ik, ja, dit is wel, ik kan nu wel gewoon proberen of iemand het wil uitgeven. Maar het is niet dat ik toen heb gedacht van, ik ga dit uitgeven en er constant daar achter die beslissing heb gestaan. Want je ontwikkelt je gewoon superveel als schrijver. En ja, ik heb ook al momenten gehad dat ik met Drakenhart had van, ja, het is leuk. Maar ik kan nu veel beter, dus heb ik er goed aan gedaan om dit nu te laten uitgeven. Ja, ik weet niet of dat de vraag beantwoordt. Maar het Ja. is al een proces, ja. Ja, dat is denk ik wat iedere schrijver misschien wel herkent. Dat je zegt: oké, okay, ik heb het nu uitgegeven. En dat je 10 jaar terug dat bekijkt. En dat je zegt: oh mijn hemel, heb ik dat geschreven? Waarom heb ik het niet zo aangepakt? En waarom heb ik het niet zo? Dat je het bijna Ja. het kan veroorzaken dat je zegt: ik geef het nu niet uit, ik doe het over 10 jaar. Maar ik denk dat het proces altijd wel hetzelfde blijft. Want je staat nooit stil. Lijkt Nee. mij. Ja, en ik had toen Draakhart uitkwam, was ik bezig met Muren van IJs, wat dan zeg maar nu van de zomer uitkomt. En toen dacht ik, ah shit, dit vind ik zelf echt veel beter en zo. En nu als ik daarop terugkijk, heb ik nu alweer dingen dat ik denk, ja, maar dat zou ik nou anders doen en dat kan ik nou wel beter. Dus dat blijft toch wel. Ja. Ik denk dat je gewoon. Als je graag wil uitgeven of ja, uitgegeven werk wil, dat je op een gegeven moment gewoon moet beginnen en moet gaan accepteren van, nou ja, ik ga erop terugkijken en het niet altijd goed vinden. Maar een redactie en proeflezers en zo helpen daar wel echt veel bij. En daar leer je ook superveel van. Ja, super. Er zijn alweer meer vragen. Het gaat echt als een tierenleeuw vanavond. Ik hoop dat ik de naam ga goed uitspreken. Artemisia Loesberg zegt: je verhalen geven mij zeker het gevoel dat het super fijn is om te lezen. En ik heb echt te veel ideeën voor fanfics die zich afspreken in de werelden. Ah, ja, Artemisia die heeft ook al zeg maar proef gelezen voor de dingen die nog uit gaan komen. Dus die heeft al veel meer van mij gelezen. Nou, thanks. Super lief. Ja, dat is inderdaad goed om te weten. Trouwe en strenge proeflevers zijn goud waard. En dan Ja. hebben we nog een vraag van Jozef. Wat is je eigen favoriete drakenverhaal? Oh, dat is echt een hele moeilijke vraag. Ja. Nou. Oh, ik weet het niet. Ik heb dat niet. En ik heb eigenlijk ook niet eens nu zoveel drakenverhalen in mijn hoofd. Wat misschien wel leuk is om er meteen bij te zeggen, is dat mijn boek heet Drakenhart. Maar de term Drakenhart, er komen draken in voor, inderdaad. Maar de term Drakenhart slaat vooral terug op bepaalde waarden in de maatschappij. Dus het is niet dat ik per se heel erg iets met draken heb.
Wat wel trouwens, daar kwam ik dus achteraf, dacht ik over na, misleidend kan zijn voor het rakenhart. Maar mijn favoriete drakenverhaal. Ik ga hier proberen straks even op terug te komen. Of ik dat niet gedacht heb. Ja. Er is sowieso iets. Of zeg maar, als we straks klaar zijn, denk ik. Ja, natuurlijk. Dit was het. Zo logisch. Maar dan kom ik er nu gewoon niet op. Yes. En ik kan die naam echt niet fatsoenlijk uitspreken. Sorry. Ze verbetert nog met afspelen. Dus ik denk dat afspreken afspelen zou moeten zijn. En ze schrijft het na. De personages zijn ook zo belangrijk. Ik was toevallig dus straks over mezelf iets aan het schrijven als schrijver. Omdat ik een website aan het maken ben. En daarin schreef ik dus ook dat in mijn verhalen de focus heel erg ligt op personages. En de psyche daarvan meer dan plot. Dus dat een beetje. Super. Jozef gooit er gelijk weer een vraag in. Of een opmerking eigenlijk. Dat is wel grappig. Ja, er is namelijk ook een film. A Dragonheart aanrader. Oh, nou, dan gaan we die een keer kijken. Ben benieuwd. Oh, misschien heeft het wel overeenkomsten met jouw verhaal. Misschien ook helemaal niet. Ja. Is het ook ik heb geen idee. Nee, ik hoop die nooit eerder van gehoord. Maar er is nog een Nederlands boek ook. En ook, volgens mij ook Engelse boeken. Maar nog een Nederlands boek dat ook Drakenhart heet. En het heeft ook een beetje, net als mijn draakhart, een roodachtige cover en kwam rond dezelfde tijd uit. Zonder dat wij dat van elkaar wisten. En volgens mij zit Ursula ook nog wel ergens in de Q&A's. Dus dat is wel grappig. Het zijn echt totaal verschillende verhalen. Ja, Ursula Visser, ja. Oké. Okay. Oh, dat is dan best wel apart dat het dan zo tegelijk uitkomt. Want dan heb je eigenlijk geen keuze meer om te zeggen van, nou ja, ik verander de titel. Als je het van elkaar weet of wat dan ook. Want het is best wel lastig als je bijna dezelfde titel hebt. En op dezelfde tijdsvlak. Ja, ja. Had je het willen weten? Sorry? Had je het willen weten? Van tevoren? Dat ook kwam. Ja, ik weet niet of ik het dan veranderd zou hebben of zo. Ja, het was voor mij zo van wow, oké. Maar uiteindelijk vond ik het ook wel heel leuk, want toen hebben we op een blog ook een interview gedaan over onze boeken en elkaars boek gelezen en zo. Dus het was eigenlijk ook alweer gewoon heel leuk, maar heel toevallig dat dat ook gewoon, ja, zo origineel is de titel daar ook weer niet, maar dat het dan echt, zeg maar, 1 of 2 maanden na elkaar uitkwam, dat was wel bizar. Ja, dat is inderdaad wel grappig. Maar je hebt, zoals ik hoorde, wel gebruik van gemaakt als marketing. Zo van, oké, we lezen elkaars boek, we doen een interview. Dus dat het in ieder geval duidelijk is dat het 2 boeken zijn. Ja. Super. Oh, Jozef zegt nog, misschien samen met Ursula een boek schrijven. Ja, misschien ooit. Ja, en dan wel even een nieuwe titel verzinnen. Kunnen we niet nog een drakenhart maken. Maar het zou leuk zijn. Enkel met Ursula of eventueel ook met een andere auteur om samen te werken? Oeh. Ja, nou, het lijkt me zo heel leuk om met een auteur gewoon een boek te schrijven. Ook heel moeilijk. Maar ik zou ook niet zo weten wie dan. Misschien dat het juist leuk is om dat te doen met een auteur die je niet zo goed kent. Of ja. Mm-hmm. Nou ja, ik zou het niet per se doen met een auteur waar ik dan groot fan van zou zijn. Want dan voel ik me heel erg geïntimideerd, denk ik. Dan, ja, wat doe ik hierbij? Ik ben veel beter dan ik. Terwijl dat echt niet is hoe je moet denken. En er is niet echt een beter. Maar, ja, ja, daar kan ik me heel erg in vinden. Stefan Oostra zegt nog, als jullie elkaars boeken lezen, geef je dan elkaar dan ook feedback? Nou, niet zozeer feedback. Ik was sowieso niet zo van recensies schrijven of zo toen. Er is wel een recensie over dat van mij geschreven. En we hebben natuurlijk gewoon wel met elkaar gedeeld wat we ervan vonden. Mm-hmm. Maar niet, zeg maar, feedback op een manier zoals je met proeflezers doet of zo. Ja, dat vind ik altijd net anders. Maar je bespreekt natuurlijk wel gewoon van wat vind ik ervan. En in dit geval ook van, oh, wat grappig dat dit juist helemaal verschillend is. Of dat dit, oh, dit komt wel overeen, weet je wel. Dat vooral, om, ja,
dat was gewoon leuk. Oké, tof. Heb je wel eens een ander boek proefgelezen? Nee. 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 ja, dit was echt even Oké. een error. Ik heb wel eens proefgelezen stukjes voor mensen. Of ja, korte verhalen of zo. Maar nooit een heel boek. Nee. Jij zei zelf al van, hey, je hebt proeflezers en eentje raad je dus aan bij Zilverbron. Hoe heb jij je proeflezers gevonden? Is dat iemand uit je dichte omgeving of iemand van je studie of? Nou, ik heb eigenlijk ja, verschillende soorten proeflezers dan. En dan mensen uit mijn omgeving die het gewoon heel leuk vinden om te lezen. En ik vind het heel leuk als zij het lezen, dat je er echt een beetje over kan praten. Maar ook proeflezers die ik niet ken. En dan via, vooral via Facebook, maar ook een paar via Instagram of zo gevonden heb. Want als je mensen niet kent en ze doen het echt puur voor het verhaal en niet omdat ze jouw vriend zijn of zo, dan krijg je meestal eerlijkere feedback. Of dan kan je ervan uitgaan dat ze het gewoon, zeg maar, sowieso eerlijk zijn en minder bang zijn om jou te kwetsen. Dus daar heb je uiteindelijk meer aan. Ook al is het niet altijd leuk om feedback te krijgen. Ik vind het echt verschrikkelijk, maar het helpt wel echt heel erg. Wat is het meest verschrikkelijke aan feedback krijgen? Dat je denkt van, het is niet goed genoeg, of het idee dat je alles moet gaan aanpassen, of. Ja, allebei wel een beetje. En als je dan zeg maar, ook al zeggen mensen dan achteraf van ja, ik vind het wel heel goed hoor, maar er staan natuurlijk overal wel opmerkingen in een document bij van goh, dit komt niet helemaal over, of dit zou ik anders doen of zo. En ja, dat is altijd, je gaat altijd heel snel, ik in ieder geval, misschien ben ik de enige die dat heeft, maar heel snel twijfelen aan jezelf van oh, oké, okay, maar is dit verhaal niet gewoon, zeg maar, niet goed? Maar ja, dat is wel iets waar je overheen moet zetten en dat vind ik gewoon lastig. Ja, dat kan ik me voorstellen. Ik lees dan zelf ook proef. En ik heb eigenlijk mee, probeer ik me aan te gewonen dat als ik ergens om moet lachen of ik vind iets heel mooi geschreven, dat ik dat ook een wolkje erbij zet. Dat de schrijver weet van ja, maar hey, dit grapje komt dus over. En het andere grapje waar dus niks bij staat, oké, dat komt waarschijnlijk niet over. En ook vooral om te laten zien aan de schrijver van hey, dit heeft het met mij gedaan. En dit was dus precies wat je eigenlijk wilde en de andere keer niet. Ik heb dus daarmee Ja. wel iemand een keer schrijven dat gigantisch laten schrikken. Want ik had dus heel veel wolkjes. Totdat ze die wolkjes ging lezen. En toen al denk ik kwam zo. Oh, dat is eigenlijk helemaal niet zo slecht als dan het positieve ding is. Ja, maar het is wel super fijn als je ook die positieve dingen kan lezen. Dat is heel motiverend en ja, het is gewoon leuk. Dus misschien is En dat dit nog een tip voor jou, lezer. Zo van ook een paar positieve wolkjes erin gooien. ja, doen ze vaak ook wel hoor. En er is ook gewoon niks leuker dan dat je zeg maar, een grapje erin verwerkt. En dat je, zeg maar, ik vind mezelf altijd heel grappig, maar ik weet niet of andere mensen het ook vinden. Waarschijnlijk niet. En als dan een proeflezer zegt van, nou, leuk grapje of haha erbij ziet of zo, dan denk ik van, missie geslaagd. Yes. Precies. En dat is natuurlijk weer perfect een proeflezer, want zo'n directe reactie op dat grapje, dat krijg je niet in de recensie. Of als iemand zegt van, Nee, oh tof, nee. boek, heb je goed geschreven. Dat het is dan meer zo'n samenvatting, niet of elke zin die je hebt geschreven, om zo te zeggen. Ja, ze gaan niet in iedere recensie alle grapjes herhalen of alle leuke uitspraken of zo. Nee. Dan zou die recensies ook pagina's lang worden. Ik bedoel, ik denk dat niemand dat leest. De lezer is liever het echte Nee. boek. Nee. En heel veel spoilers bevatten. Dat ook, dat moeten we niet hebben. Zo, er hebben weer heel veel mensen wat geschreven, dus daar gaan we even weer naar kijken. Jozef, klinkt goed samenwerken met een auteur die je niet kent, per se fantasy genre, of wil je ook wel eens een ander genre schrijven? Mag ook alleen hoor, haha. Ik schrijf ook een ander genre, historisch namelijk. Ik heb in mijn bachelor ook wat geschiedenisvakken gehad en ik vind geschiedenis gewoon leuk. Dus ja, dat doe ik eigenlijk al. Oké, okay, interessant. Dan zegt Jozef nog een keertje in twijfel. Nee hoor, dat heeft bijna elke auteur. En vooral dat bijna is natuurlijk heel erg grappig. En ik denk van, ik heb nog geen auteur ontmoet die geen twijfel had. Dus.
Nee, ja, ik Degene zelf die ook geen niet, twijfel maar. heeft, moet even zijn hand opsteken. Ja, dan ben ik wel even benieuwd naar het geheim daarvan. Want, ja. Precies, die moeten we spreken. Maar het is misschien Precies, en ook wel dan. goed, die twijfel. Want als je denkt van, nou, ik ben echt supergoed. Ja, sommige momenten denk ik dat, dan denk ik van, ik ben echt geweldig. En dan lees ik iets terug van mezelf en dan vind ik het echt helemaal leuk. En sommige momenten, dan lees ik iets terug van mezelf en denk van, ja, nee, dit is echt slecht. Maar die momenten heeft ieder mens, geloof ik, wel echt nodig. Dat je zegt, Ja. ik ga goed, ik voel me goed. En ik denk dat het uiteindelijk ook dat in het verhaal ook wel terugvlakt. Of iemand zegt zo van, oké, ik voel me hier goed. Ik zit lekker in mijn groove om het schrijven en het gaat goed. Ik denk dat het ook wel echt duidelijk te merken is. Dat als iemand wat slecht heeft meegemaakt en wat depressief is, soms voel je dat ook terug in een verhaal. Dan denk je van, oh, die is daar echt heel diep gegaan. Dus ik Ja. denk dat je gewoon al je emoties moet gebruiken. Dus als jij je goed voelt, dat is waarschijnlijk ook wel in je verhaal dan terug te vinden. Ja. Ja, en ook als je zeg maar juist schrijft over een personage dat zich goed voelt of niet goed voelt, dan ga je ook, nou ja, ik in ieder geval wel een beetje meevoelen. Dat ook zeg maar die kant op werkt het ook. Oké, als je dan mee wil voelen of iets moet schrijven wat dan niet zo leuk zou zijn, of juist wel. Hoe kom je dan in de juiste sfeer? Zet je muziek op? Of denk je aan iets verschrikkelijks of juist iets heel leuks? Nou, ik probeer dan altijd zeg maar, het tempo waarin ik schrijf, als het zo een emotioneel belangrijk stuk is, een beetje naar beneden te halen. En dan echt even stil te zitten en na te denken, zeg maar, in de situatie van dat personage te verplaatsen. En ik heb heel vaak ook zeg maar, liedjes die dan qua lyrics of qua sfeer erbij passen. En dan ga ik die gewoon luisteren en dan dat langzaam schrijven. Tof. Even kijken. Stefan zegt nog weer wat. Zeker Jozef. Ik heb zoveel auteurs horen zeggen. Oké, het zal best wennen zijn, maar ik denk dat het dan het jezelf voorhouden is dat de kwaliteit van je verhaal ten goede komt. Precies. Dat denk ik ook. Dan ga ik op. Precies. Er zijn verder geen extra vragen meer naar beneden getypt, dus ik ga dan weer naar mijn vragen. Wat is eigenlijk je grootste wens nog op het gebied van schrijven? Wat zijn je dromen, plannen? Je mag zo groot denken wie, zoals je wil. Nou, ja, oké, okay. Dromen. Dit vind ik geen realistische droom, maar het zou natuurlijk geweldig zijn als ik kon rondkomen van schrijven. Maar dat verwacht ik niet per se, zeker niet in Nederland, wat toch best wel een klein taalgebied is, is dat gewoon bijna niet te doen. Maar wat ik vooral graag zou willen, is dat ik gewoon kan blijven schrijven, daar de tijd en ruimte voor heb en dat mensen het ook gewoon fijn vinden om mijn boeken te lezen. Dan ben ik al helemaal blij. Super. Nou ja, het is moeilijk, maar niet onmogelijk. Ik ken een paar self-pubbers die echt fulltime schrijven. En Oh. in principe, merendeels ook schrijven. Ze doen natuurlijk ook merch over hun boeken. Maar ze kunnen er echt wel van leven. Dus zeg nooit, nooit. Dus als je dat droom is, dan ga er gewoon voor. Ja, misschien ooit. Precies. Jozef zegt: ik ken Drakenhart wel. Je historische romans niet. Welke periode van de geschiedenis trek je daarbij het meest? Iets in de pen op dat vlak? Ja, ik heb een verhaal geschreven en dat ging over Alexander de Grote. Dus ja, dat is best wel een tijdje terug. En oudheid is ook wel, zeg maar, mijn specialiteit een beetje in geschiedenis. En ik heb recent een verhaal en dat ging over Robin Hood. Weer een heel andere periode, maar ik heb gewoon altijd Robin Hood heel interessant gevonden. En ik heb al echt al jaren geleden een plan gehad om iets te gaan schrijven over de bokkenrijders. En dat is ook wel leuk, vind ik, omdat het meer echt in Nederland speelt. Maar dat heb ik nog niet gedaan. Maar dat wil ik ooit nog wel gaan doen. Dus het lijkt niet erop dat je binnenkort hoe noem je dat ook weer? Voorraad voor eens boeken te schrijven uitloopt. Dat je zegt, nou ja, als Nee. ik geen niks meer te doen heb, dan heb ik nog hier mijn lijstje met ideeën. Ja, ik heb echt nog bizar veel ideeën.
En nou had ik laatst ook een idee voor iets wat helemaal geen fantasy of historisch is. En ik heb gewoon, zeg maar, in mijn notities, Evernote, heb ik dan letterlijk een map en die heet verhaalideeën. En dan heb ik, zeg maar, al die ideeën en dan zet ik de aantekeningen, als ik iets ervoor bedenk, gewoon erbij. Want ik weet dat ik heel veel andere dingen nog eerst moet doen. Ik ben nu bijvoorbeeld aan het herschrijven voor het vervolg van de trilogie die van de zomer het eerste deel uitkomt. En dat moet ik echt eerst doen. En daarna kan ik dan een van de ideeën gaan uitwerken. Super. Nou ja, en als je voor een verhaal een keer iets nodig hebt, dan kan je ook altijd in je lijstje herhalen. Je weet van, oké, dat neem ik hier uit, dat plak ik daarbij. Ja. Dus je zit in een document zetten van, hier moet wat en ik weet niks. Ja. Nou ja, voor de boek van, over de boekenrijders, de eerste heb je al verkocht. Nou, leuk. Ja, ik ben ook, mijn oma woont in Limburg, dus daar ben ik ook wel een beetje geïnspireerd geraakt. Ja, dus ik heb daar zelfs een wandelingenboekje gehad. Nou, dat heb ik nog steeds, ik weet niet waarom gehad zeg. Met wandelingen die dan langs belangrijke plaatsen van de bokkenrijders gingen. En ja, dat is wel tof voor inspiratie en zo. Dus als die er komt, dan heb ik een eerste koper, dat is fijn. Okay. Precies. Nou ja, je schrijft dus fantasy en historie heeft dus ook zeker interesse. Zijn er nog meer genres wat je zelf leest? Ja, op zich sta ik sowieso wel open om ieder genre te lezen. Ja, nee, er is geen genre waarvan ik zeg, dit lees ik echt niet. Behalve misschien als het echt zo horror is, heel heftige horror of heel eng of zo, want daar kan ik gewoon niet tegen. Ik kan ook echt geen horrorfilms kijken, dan slaap ik gewoon 3 maanden niet. Maar ja, ik vind het sowieso wel leuk om ook eens een ander boek te lezen of te proberen. Maar goed, het is zeg maar fantasy en ook historisch is echt wat ik het meeste lees, het leukste vind. Oké, tof. Hoeveel boeken lees je ongeveer per jaar, als ik vragen mag? Nou, ik heb een aantal jaren best wel weinig gelezen. En ik vind dat zelf dus echt niet kunnen als schrijver. Als je als schrijver zegt van ja, ik schrijf liever dan dat ik lees. Want dat is ja, voor mijn gevoel een beetje alsof je heel graag praat, maar niet luistert. Dus ik ben mezelf gaan pushen om meer te lezen. En afgelopen jaar heb ik echt iets van 97 boeken gelezen. En ik was echt super trots op mezelf. Wow. Ja. Super. Natuurlijk moet het trots zijn. Dat is best wel een aantal. Ik heb als doel om dan zo ongeveer 50 boeken per jaar te lezen. Want dan, ja, dan lees je tenminste ook wat. En het is ook gewoon, ik merk als ik mezelf push om meer te lezen, dan kom ik er ook meer in. En dan wil ik meer lezen. En ik heb heel veel boeken. Ik weet niet of je dat kan zien als ik mijn laptop een beetje draai. Ja, mijn stoel is te groot, maar op mijn kast, zeg maar, staat echt een hele rij, een stapel boeken. En ik mag de boeken pas in mijn kast zetten als ik ze ook daadwerkelijk gelezen heb. Dus dat is ook wel motiverend. Goed idee. Dat idee had ik ook, werkt niet. Niet. Ja, nou ja, het idee is leuk, toch? En ja, het ziet er ook wel leuk uit. En dan, zeg maar, iedere ochtend als ik wakker word, kijk ik er tegenaan. En denk van, nou, Nanoek, ga dit eens even lezen. Hey, zodra ik een groter huis heb en meerdere boekenkasten waar alles weer in past, doe ik inderdaad 1 boekenkast ongelezen. En 1 boekenkast van, nou, die heb ik gelezen en daar mag je in. Ja, nou, perfect toch? Ja, hey, het idee is daar, nu het huis nog. Ja, dat was jammer, ja. Precies. Welke auteur is voor jou een voorbeeld? Dat mag in het Nederlands zijn, mag in het Engels zijn, whatever over de wereld. Tolkien, en dan zeg maar, doe ik nu op J.R.R. Tolkien van Lord of the Rings, maar ik heb laatst ook een boek van zijn kleinzoon, Simon Tolkien in ieder geval gelezen, en dat vond ik ook heel tof, en dat is ook wel wat ik heel erg met bijvoorbeeld Lord of the Rings heb, of gewoon Tolkien in het algemeen, is dat is fantasy, maar tegelijkertijd is het zo echt qua personages en hoe die zich gedragen, wat er gebeurt en zo. En daar heb ik gewoon heel erg veel respect voor. En dat, ja, is echt mijn voorbeeld.
Super. Tolkien komt eigenlijk wel vaker voorbij als groot voorbeeld. Dat is wel heel erg gaaf. Vind ik ook wel terecht. Precies. Ik heb hem nog nooit gelezen. Oh, nou, ik vind het al echt een aanrader. Dat is natuurlijk Lord of the Rings het meest bekende. En ik hoor van heel veel mensen dat het heel lastig is om door het begin heen te komen. En ik denk dat ik dat persoonlijk nooit gehad heb, omdat ik vroeger ook voorgelezen werd uit de Lord of the Rings. Dus ik wist al van, nou, dit vind ik leuk en zo. Maar ja, het schijnt gewoon traag te zijn qua begin. Dus daar moet je even op voorbereid zijn. Maar verder zou ik het wel helemaal aanraden. Oké, bedankt voor de tip. Als ik ooit zover ben, mijn lijstje is een beetje korter worden, neem ik die Ja. erbij. Gebeurt nooit. Jozef zegt, ja, oh, mijn lijst groeit met de dag en die Q&A's hier, dat helpt niet echt om ze korter te Ja, dat is krijgen. super. Ja. Oh, ja, dat geloof ik. Precies. Jozef zegt nog. Als schrijver moet je inderdaad lezen, helemaal eens. Alleen jouw aantallen haal ik niet. Maar ja, ik vind dit soort Q&A's ook leuk. Kost ook tijd. Ja, maar zo, dit soort Q&A's en zo, en gewoon op de hoogte zijn of contact hebben met andere schrijvers, dat vind ik ook belangrijk. Dus dat is zo van, ja, bijna net zo belangrijk als andere boeken lezen, toch? Ja. Ja. Nou, je hebt heel veel bijval. Ook Stefan zegt, ik denk dat zoiets als het bestaan van auteurs, lezen, schrijven en met mensen kletsen, dat is hoe verhalen ontstaan en verspreiden. Nou, Ja. eigenlijk het hele leven twee zinnen samengevoegd. Ja, precies. Dit is mijn leven. Dit is ook gewoon zeg maar hoe ik mijn leven wel voor me wil zien. Gewoon lezen, schrijven. En dan als je daarmee klaar bent, praten over wat je gelezen of geschreven hebt. Klinkt perfect. Ja, super. Misschien heeft toch een van de heren een vraag. Dan moeten ze maar even de ronde gooien. Dan gaan wij verder met de volgende vraag die ik heb. Op welke plek werk je het liefst aan je boeken? Verwisselt dat? Is het in je woonkamer? Is het ergens op de uni? Had ik maar een woonkamer. Ik woon op kamers en we hebben geen woonkamer. Dus ik zit de hele dag hier in dezelfde kamer. Maar het wisselt eigenlijk. Ik heb niet een vaste plek. Soms kan ik bijvoorbeeld in de trein echt perfect schrijven en soms lukt dat totaal niet. Ik ben met mijn zus wel eens op het huis gaan passen van mensen en die waren op vakantie en dan gingen wij in een huis en dat is een heel groot huis. Echt in the middle of nowhere met alleen maar weilanden eromheen. En dat vond ik echt een geweldige plek om te schrijven. En dat huis, daar is ook zeg maar dan een locatie op gebaseerd in Muren van IJs. Ja, dat is denk ik wel mijn topplek. Hoewel Dan schrijven op misschien kan je ze weer vakantie. een keer schrijven. Zo van, hey, gaan jullie weer met vakantie? Ik kom graag in jullie huis weer zitten. Ja, nou, ze zijn net echt een paar weken geleden geweest. Dus toen hebben we daar ook gezeten. En ik heb natuurlijk ook geschreven daar. Dat was wel. Ja, leuk. Super. Even kijken, wat is de volgende vraag? Even kijken. Wat vind je eigenlijk het moeilijkste aan het proces van verhaal in je hoofd naar boek in de winkel? Ja, het stress hebben over of mensen mijn boeken wel willen lezen of en nog erger dat is dan zo. Dat boek er is en ik denk, ja, maar dan gaan mensen het lezen en straks vinden ze het echt helemaal niks. Dat was best wel confronterend toen Drakenhart uitkwam. Dacht ik echt van, oh ja, shit, maar nu ga ik echt reacties krijgen van mensen die ik zelfs geen eens ken en zo. En dat is gewoon eng. En daar raak ik helemaal gestrest over. En dat vind ik ook echt wel het minst leuke aan schrijver zijn, is dat ik gewoon te veel geef om wat mensen ervan vinden. Wat heel logisch is, maar is niet altijd fijn. Ja, maar je hebt nu natuurlijk nu nog maar één boek uit. Er zijn meer op stapel. Misschien wordt dat iets makkelijker door de tijd met meerdere boeken. Hey, oefening Ja, baart kunst, toch? ik merk ook al wel de eerste recensies die ik kreeg, dat was echt gewoon super spannend om überhaupt zeg maar die link aan te klikken en dan te gaan lezen wat er gezegd werd. En nu, als er dan een recensie is, dan klik ik erop en dan lees ik het. En dan vind ik daar wel, zeg maar, natuurlijk, ja, ik vind er wel iets van, maar het is niet meer zo spannend als in het begin. Dus dat komt nu al eigenlijk dat het beter gaat. Nou, super. Jozef schrijft nog, ja, en Elfia en dat soort festivals helpen daarbij.
praten met andere schrijvers. Vraag, ga jij naar alle festivals? Zodra het weer mag, met je uitgeven of met bevriende schrijvers? Nou, als het weer mag, dan wil ik heel graag gewoon naar zo'n festival met de uitgever. En we zouden ook naar Castlefest gaan, maar dat ging niet door deze zomer. Dus het is echt gewoon wachten. Ja, het lijkt me superleuk om daar te staan met heel veel andere schrijvers en mensen die ook lezen en daar dan mee te praten. Ja, daar kijk ik wel echt naar uit. Ik ben heel benieuwd hoe dat is. Nou ja, ik heb tot op heden echt maar één festival beleefd. Dat was het Valentijnsfestival. Ik moet zeggen, het was super gaaf om al die bekende gezichten van al die boeken maar het gezicht te zien erachter. Dus ik moet zeggen, ik hoop dat het dit jaar weer mag. Want ik geloof dat de schrijvers, de lezers, de uitgeverij hebben dat gewoon gigantisch nodig om ja, die connectie weer te hebben. Dus, ik hoop... denk ik met net zoveel andere mensen dat het dit jaar weer mag. Ja, iedereen hoopt het, denk ik. Ik vind wel dat bijvoorbeeld dit soort Q&A's en zo echt heel tof is om dan in ieder geval een beetje een beeld te hebben bij welke schrijvers er allemaal actief zijn en zo. Dat is wel. Ik bedoel, het is vervangt het natuurlijk niet om iedereen in het echt te zien, maar ik vind het wel echt heel tof. Ja, klopt. Ik heb iedere jaren klikte ik eigenlijk daar altijd wel een beetje voorbij. Behalve als het een schrijver was, ik van, ja, die volg ik, dat interesseert me, dat lijkt me een leuk mens. Maar heel veel klikte ik gewoon voorbij. Nu met corona heb ik zoiets van, ik klik veel sneller dit soort dingen aan, ook van schrijvers die ik niet ken. Gewoon om gewoon meer te leren kennen, hun meer gedachtegangen. Ik vind het ook super gaaf. En daarom doe ik ook mee, want ik had zoiets van, ja, ik help wel graag en... Ik zie nu heel veel namen voorbij komen en boeken. Dat ik had zoiets van, die zou ik anders nooit leren kennen. Want, sorry, ik ga niet naar ELVA of Castlefest, want het is te ver weg. En anders had ik jullie nooit leren kennen. Dus dat is eigenlijk weer heel erg perfect. Daar heb je helemaal gelijk in. Even kijken. Ja. Jozef zegt nog, zeker in het fantasy genre en science fiction is dat soort festival echt heel cruciaal. Gave wereld. Nou, dan kunnen we daar wel... mee instemmen. Even kijken, heb ik hier nog een leuke vraag voor jou? Even kijken. Wat is de leukste reactie die je hebt gehad over je boek? Dat je zegt van de omgeving of van een schrijver, dat je zegt, nou, dat was geniaal. Oh, weet ik niet eigenlijk. Ja, nou, ik vind het gewoon heel fijn als mensen zeg maar uitkijken naar deel 2, want dan, dat is zeg maar de bevestiging. Dat ik denk van, oké, nou, dan is het dus goed genoeg om door te lezen. Dat is fijn, daar word ik blij van. Ja. En heel veel mensen, vrienden en familie en zo, zijn dus al helemaal onder de indruk. Als je zegt van, nou ja, er is een boek van mij uitgegeven. En dan, dat vind ik altijd minder, dat is niet per se iets waar ik blij van word of zo. Want dan hebben ze het boek nog helemaal niet gelezen. En dan zijn ze al helemaal blij, maar... Ja, voor hetzelfde geld vinden ze het niks. Dus dat, ja. Als mensen het echt gelezen hebben en dan nog zijn van, nou, wat leuk, ik kijk echt uit naar deel 2, dat vind ik gewoon het tofste. Ja, dat kan ik heel goed voorstellen. Komt weer een vraag binnen. Toen ik net binnenkwam vallen, ik was 10 minuten te laat, hadden jullie het over covers. Jouw cover vind ik echt heel gaaf. Bijna de voorkant van een game. Is het je eigen ontwerp? Oh nee, was dat maar zo'n feest. Nee, dat heb ik niet zelf gedaan. Dat is door de uitgever uitbesteed van iemand. En ik kreeg hem gewoon op een gegeven moment te zien. Ja, ik heb hem hier liggen. Nou, show him. Het is waarschijnlijk een spiegel... Oh, het is niet een spiegelbeeld. Nou, kijk. Hij, dit is hem. Mm-hmm. Dus, ja, dat vind ik heel... ja, dat is ook... Oh, we hadden net de vraag wat het moeilijkste was aan het proces. En dat vind ik echt dus heel erg spannend. Dat de uitgever eigenlijk gaat bepalen van wat voor cover komt er. En dan krijg je die cover te zien. En dat is super eng. Want ik ben gewoon heel erg bang dat er een keer een cover komt waarvan ik denk... Ja, ik weet niet, maar dit vind ik echt niks. Maar dan is die eigenlijk al gemaakt. Dan kan je ook zo lastig zeggen van nou, ja, eigenlijk vind ik het niks. Dus dat is wel spannend altijd. Ik ken auteurs die hebben gezegd, nee, doe ik niet. Dat wil ik niet op mijn boek hebben. Dus
Als er echt iets Ja. is dat je zegt, nee, absoluut niet. Zeg het gewoon eerlijk. Dan Ja, kan hoogstens als de het echt uitgever niet zeggen, ja, is. sorry, we veranderen het niet. Maar dan heb je tenminste je woord erop uitgegeven, om zo te zeggen. Dat is waar, dat is zeker waar, ja. Nou, Dus. hopen dat het nooit nodig is. Ja, hey, nog beter toch? Als er gelijk een eerste call al perfect is, dan weet je ook zeker van, we hebben mijn verhaal echt goed begrepen. Als ze de intentie van de koffer bij elkaar hebben gesprokkeld. Ja. Even kijken. De dame met de naam die ik niet kan uitspreken. Is er een personage waar jij het meeste gaaf van zou vinden als mensen er fanfiction over schrijven? Of bijvoorbeeld als cosplayer? En niet alleen van Drakenhard, maar ook van boeken die nog niet gepubliceerd zijn, vervolgt ze. Nou ja, ik heb natuurlijk wel favoriete personages op zich. Ja, ik kan nu wel wat namen noemen, maar dat gaat helemaal niemand nog wat zeggen. Verder, want die zijn nog niet uitgegeven. Maar in Muren van IJs heb ik twee. Ja, gewoon, zijn zeg maar, daar zitten vier point of view personages in. En twee daarvan. Dat zijn echt mijn favoriete personages. En ook wel over ja, de favoriete personages tussen uit alle verhalen die ik geschreven heb. Nou ja, waarschijnlijk vergeet ik nou nog een personage. Maar in ieder geval, dat zijn heel erg personages waar ik zelf mee heb. En ik denk ook, omdat die in zekere zin best wel veel op mij lijken. Dat is gewoon, ja, dat is heel duidelijk voor mij. Die vind ik ook het leukste om over te schrijven. Ja, dat. Oké. Wat misschien leuk is voor het toekomstige boek. In Duitsland zijn er bepaalde boeken. En dan als je ze koopt, dan vind je eigenlijk een soort ja, kaart, boekenlegger, iets in. En daar staat dan een personage uit het boek in. En vaak bij series gebeurt het. En als je dat boek dan in meerdere boeken in de serie koopt, dan heb je op een gegeven moment echt een verzameling al die kaarten. En dan heb je echt het idee van, oké, zo ziet de personage uit door de ogen van de auteur. Want iemand heeft dat opgetekend. Waarschijnlijk in samenwerking met de auteur. Dus misschien is dat nog wel een idee. Dat je zegt van oké, hey, zo zien ze eruit. En dat misschien dat mensen zeggen, ja, maar dat ziet er zo gaaf uit. Dat neem ik mee en ik ga zo naar 11 jaar of. Dus Oh, misschien is dat dat zou nog een hele idee. zo'n grote eer zijn als je dan bijvoorbeeld op 11 jaar of zo ineens iemand ziet als jouw personage. Wauw, ja. Ja. Ik moet zeggen, ik vind het superleuk als ik dan een boek heb gekocht. Want sommige boeken koop ik echt blind. Een auteur, die ken ik, ja, is goed. En dat je dan later doorbladert en je zegt, oh, er zit zo'n kaart in. En dan zit je van, oh, zo gaaf. Dus. Ja, Even ik ook kijken. hoor, ja. Oké, er wordt hier nog wat geschreven. Oké, dat heb ik erbij genomen. Jozef zegt, ja, dat is leuk, maar die kennen wij nog niet. Nee, klopt. Nee, dat Oh, dat Jozef kunnen zegt, daar. heb je ook nog een groot onnozele oger die je kan spelen? Dat heeft hij een paar Chinezen heeft hij ook gezegd, dat was ook een vergelijkbare vraag en dat is iets van ja, dat kan ik allemaal niet spelen, dat past niet bij mijn fysiek. Ja, vast wel ergens. Ja, die zal zeker ergens tussen zitten. Ik zou alleen niet zo snel kunnen bedenken wie, maar Nou ja, dan moet hij gewoon je boek nog maar een keertje lezen. En dan vindt hij vanzelf iemand die je kan ja. verkleden. Dus, heb je nog iets wat je zelf wil vertellen? Dat je zegt, nou dat moet ik nog zeker kwijt. Nee, nee. Nou, als ik iets heb wat ik zeker nog kwijt wil en nu vergeten ben, dan denk ik daar sowieso pas later aan. Nou ja, geef niks, dan komt er ooit weer een tweede Q&A en dan kan je het daar vertellen. Ja, precies. Precies. In ieder geval voor de mensen die pas later erin zijn gekomen, je bent dus bezig om een website te maken. Wanneer denk je dat die klaar is? Nou, oké, ik kijk nu automatisch naar rechts, want er ligt hier een lijstje met heel veel dingen die ik nog moet doen. Ja, dus als ik er tijd voor heb gemaakt, ik weet niet. Ik ben dus zeg maar vandaag mee bezig geweest en toen ben ik halverwege gestopt,
omdat ik er echt totaal niet met WordPress overweg kon. En er gewoon helemaal gefrustreerd van raakte. Dus ja, als ik uitgevonden heb hoe de basics daarvan werken, dan zal die site er wel zijn. Want qua inhoud weet ik wat er op moet staan. Maar nu nog het voor elkaar. Ja, als je het gek gaat worden, mijn website is ook WordPress. Dus ik ken me best wel een beetje uit. Dus geef dan een geld, dan help ik je graag. Oh, dat is echt geweldig. Dankjewel. Super. Oké, dan mag je nog vertellen waar we jouw boeken kunnen vinden, waar ze te koop zijn. En dan gaan we de avond afsluiten. Ja, nou eigenlijk via standaard kanalen. Je kan het gewoon bij je boekenwinkel sowieso bestellen. Of bij de uitgeverij bestellen. Maar je kan het ook bij mijzelf bestellen. En dat is voor mij het beste. Want dan krijg ik gewoon de meeste winst. Ja, het is gewoon zo. En dan kan ik een gesigneerde versie geven met kaartjes van een draak erin. Dus dat is ook wel leuk. Even kijken of die hier toevallig... Super. Ik heb er niet toevallig eentje liggen. Maar ja, die kan je op mijn Facebookpagina zo ook wel zien. En die heeft mijn moeder dan getekend. En daar hebben we kaartjes van gemaakt. Oké, super. En hoe kunnen ze dan jou het beste contacteren over Facebook of Instagram? Zolang je website nog niet klaar is. Ja, Facebook en Instagram ben ik allebei gewoon als Nanook Kira te vinden. Dus dat kan. Of ja, je kan ook een mailtje sturen, maar dan moet ik nu mijn mailadres gaan zeggen. Dat is denk ik makkelijker om het Facebook of Instagram te doen. Precies, dan gooi ik je zo meteen, niet jou, dan gooi ik zo meteen jouw Facebook en Instagram beneden in de beschrijving. Goed. Jou wordt een beetje moeilijk. Ja, inderdaad. Dan super dankjewel voor je tijd en de moeite om alle vragen te beantwoorden. Ik vond het super leuk. En graag gedaan. Ik zie momenteel geen andere vragen meer binnenkomen, dus dan gaan we gewoon afsluiten. En dan wens ik iedereen tot de volgende keer, tot de volgende Q&A. En als jullie het leuk vonden, dan heel graag een duimpje omhoog. En als je het gewoon bagger vond, mag ook een duimpje naar beneden. Ik hoop het niet. En dat zal wel echt wel een beetje een bummer zijn, of niet? Ja. Laten we hopen van niet, maar... Precies, maar laten we het eerlijk houden. Dan fijne avond iedereen. Doeg.